Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unive. Een heel goedenavond en welkom bij onze club. We zijn bij ACV, dat gistermiddag de thuiswedstrijd speelde tegen sportclub Genemuiden. Maar er is meer voetbal uit de zaterdag hoofdklasse C. Want ook HZVV speelde een topduel. De nummer 3 uit Hogeveen ging op bezoek bij nummer 6 Harkemaarse Boys. We gaan nog even terug naar de wedstrijd van vorige week tegen CSV Apeldoorn. Daar ligt Pim de Jonge geblesseerd op de grond en doet dit. En scheidsrechter ziet dit, vindt dit een natrappende beweging. Hij krijgt rood en wordt voor 5 wedstrijden geschorst. Nee, dat is echt overdreven. We hebben de beelden gelukkig en we kunnen het zien. En de KNVB ging daar ook gelukkig mee akkoord en die wilde het ook nakijken. Nou, het was echt ongelooflijk dat hij daar 5 wedstrijden voor kreeg. Dat was echt, laat ik het zo zeggen. En dus gaat HZVV tegen de schorsing in beroep. Maar in de wedstrijd tegen Harkemaarse Boys in het rood doet Pim de Jonge niet mee. Hij is in ieder geval voor 1 wedstrijd er niet bij. Ja, dat is toch wel een beetje te werk en Harkema begint uitstekend aan de wedstrijd. En dit is toch wel een enorme kans. En het is doelman Hidde Struiker die maar net handelend optreedt voor Rolf Dijk. Hij kreeg de kans. Maar in die eerste 10 minuten zijn de Harkieten gewoon de betere ploeg. Kijk eens, wat een knal. En weer Dijk met een mogelijkheid. Ja, en toevallig ligt daar Struiker en pakt die bal rustig op. En het blijft 0 tegen 0. Maar na een minuut of 10 komt HZVV langzaam maar zeker wat beter in het spel. Krijgt niet heel veel grote kansen. Dit is wel een kleintje. Loopt net goed af. En de corner zou uiteindelijk niks opleveren. En net op het moment dat je denkt dat HZVV steeds meer grip op de wedstrijd krijgt, gebeurt er dit. Voorzet Oebele Schokker. En deze man kennen we nog van Alcides. Zijn naam Arton Musliu. En hij brengt Harkemaarse Boys aan de leiding. 1 tegen 0. Struiker kan er niet meer bij en baalt als een stekker. En dan weer de thuisploeg. Weer Dijk met een gelukje. Ik wil ook zeggen slecht verdedigd. Houdt het overzicht. En weer Musliu. En een uitstekende redding van Hidde Struiker. Prachtig gepakt, maar ook een uitstekende poging. Wat rest is de corner. Corner nummer 4 en het loopt maar net goed af op de doellijn. Jody Beeksma. Het blijft maar 1 tegen 0 voor Harkemaarse Boys. En dat is ook de ruststand. Tweede helft. Beeksma. En de bal voor de voeten van Arjen Akkerman. Goeie poging. En binnen een minuut laat HZVV zien wat het in de tweede helft wil. Op zoek gaan naar die gelijkmaker. Weer Beeksma. Nick Neumann. Goeie voorzet. Ah, hij kan er net niet genoeg bij. Rick Broek. Mist net de goede richting. Maar HZVV is met name in die beginfase van die tweede helft gewoon de betere ploeg. Weer Beeksma. Goeie voorzet. Dan lijkt de aanval afgeslagen. Dit is nog wel een aardig schot. En ja, dat kan Frank Strijker er net niet bij. Het schot was van Vincent Coulier. Dan weer de beurt aan Harkemaarse Boys. Aardige poging. Het schot was van Robin Huisman de Jong. En dan, even later, wordt het hier 2 tegen 0. Is het weer Musliu. En hij lijkt de wedstrijd te beslissen. Ja, hoe is het mogelijk? Wat wordt er slottig verdedigd aan de kant van de Hogeveeners. Want wat staat hij vrij in de 5 meter? Dat mag absoluut niet gebeuren. Het gebeurt wel. En dus staat het 2 tegen 0. En dreigt de eerste nederlaag dit seizoen voor HZVV. Schokker. Zoekt het gaatje. Voorbij Kleine. Struiker. En uiteindelijk loopt het goed af. Want die bal gaat naast. Maar HZVV verliest voor het eerst dit seizoen met 2-0. En dat valt tegen. Ja, als je naar het hele spelbeeld kijkt, was het verdiend. Ze hebben goed gespeeld. En wij konden niet ons eigen spel spelen. Dus als je dan nagaat en zij kregen heel veel kansen. Dan hebben wij ook wel kansen gecreëerd, alleen net niet goed genoeg. En van Friesland gaan we naar Assen. Naar het duel tussen ACV en Genemuiden. De nummers 4 en 2 in de hoofdklasse C. En de eerste kans is voor de Assenaren. Alleen Danny Menting
En ook Guus de Vries komen net niet aan de bal. Weer de Assenaren. Firosan Ademi. Goeie actie. De voorzet. Maar die wordt bijna door een verdediger van Gene Muiden gepromoveerd tot het doelpunt. Maar die komt er niet. Wel blijft de corner staan. John van Dalen zet in. En via Ademi wordt de bal van de doellijn gehaald. HCV 7 punten uit 4 duels. 1 keer verloren. De openingswedstrijd tegen HZVV. En Gene Muiden won er 2 en speelde er 2 gelijk. Dus nog altijd ongeslagen. Dit is een goede actie. Zo. Het had misschien wel een goal verdiend. De actie van Stef van der Velde. Met zijn makers. Ruimte voor een schot. Maar een prima redding van Albert Vlier. De doelman van Gene Muiden. HCV begon dus goed aan het duel. Maar zakt wel wat weg. Dit is slordig van Hooije Veenstra. De overname van Gene Muiden. Spits Anne van der Kolk. Die zoekt de combinatie. Oh, en krijgt de bal dan gelukkig mee. Via de benen van Jelle Weigenaar. En dan is het een koud kunstje voor de nummer 9 van Gene Muiden. Hij maakt zijn 3e goal van het seizoen. En de 0-1 voor Gene Muiden. En op basis van het spelbeeld op dit moment is het ook wel een terechte voorsprong. Want ACV, zoals gezegd, valt terug. Maar hij pakt zich. En dit is de kans voor Imre de Jonge op de gelijkmaker. Nog voor rust. Maar de controle bij de middenvelder is niet goed. Maar weer ACV. Weer de Jonge. De Jonge, nu dan. Nee, te wild. Te gehaast. Dus gaan we rusten met de stand van 0-1 in het voordeel van Gene Muiden. Tweede helft. Veenstra. Goeie actie. Goed schot. Maar geen geluk voor de routinier aan de kant van ACV. Gene Muiden met Stef van der Velde. En Wormmeester met wat moeite. Maar het is voornamelijk ACV in de tweede helft dat de klok slaat. Het is wachten op de gelijkmaker. Komt hij hier? Ja, is het antwoord. Want het is Danny Menting die zijn 3e van het seizoen maakt op aangeven van invaller Nick Westerbring. Een prima goal van ACV. En de verdiende gelijkmaker ook. En ACV wil meer. Wagenaar. Imre de Jonge. Dit is een andere invaller. Richard Mulder. Ah, wat een pech voor de Assenaren. Dit was de kans op de 2-1. En we zitten al in de slotfase, nog 8 minuten. Edu de Jonge Rosa. Wacht op aansluiting, die komt met Veenstra. Veenstra, ja, dit is een schot zonder kracht. Had meer ingezeten. En wat kan Gene Muiden nog? Vooral afwachten, maar als er geen communicatie is achterin bij ACV, dan komt er zowaar een kans voor Tjitkov. Want de laatste kans is voor ACV. Komt hij hier dan de 2-1? Nee, die komt niet. Het blijft bij 1-1. Want er had toch echt meer in gezeten. Als je onze kansen ziet tegenover die van hun, dan had je hem gewoon moeten winnen vandaag. Alleen, dat zit ons net niet mee. Hè? Soms moet je ook een beetje geluk hebben. Dat geluk hebben we nog niet. Ik hoop wel dat het straks komt dat we wel uiteindelijk in de laatste minuten de 2-1 maken. Of iets dergelijks. Maar eindstand 1-1, ja. We moeten verder. Dan de stand in de hoofdklasse C op zaterdag. AZSV blijft koploper, ondanks de eerste nederlaag van het seizoen met 12 uit 5. ACV en HZVV staan 5e en 6e met 8 uit 5. En 2 ploegen nog op 0. Drachten Boys en DOS 37. En dan gaan we naar de topper van vanmiddag in de 4e klasse D. Die tussen SVBC uit Belgen-Compasquium tegen Wijster. Twee ploegen die heel lang geleden nog in de 3e klasse actief waren. En ongetwijfeld willen promoveren. Henkel. SVBC en Wijster zijn dus goed begonnen aan de competitie en kandidaat voor promotie. Maar de vraag is of beide ploegen klaar zijn voor de stap naar de 3e klasse. We staan bovenaan inderdaad. We hebben een goede start. Dat houdt nog niet in dat we gelijk titelkandidaat zijn. We genieten er op dit moment van en we proberen ook vandaag natuurlijk ongeslagen te blijven. En dan zien we wel weer verder. We kijken gewoon naar week tot week. En 3e klas, ja, daar denken we helemaal niet aan. Vorig jaar zaten we bijna in de 5e, dus laten we even met beide beentjes op de grond blijven. Ja, Wijster heeft vorig jaar op een HANA de na-competitie gemist. En ik denk dat we nu zover zijn om in ieder geval die na-competitie te halen.
En wie weet zit er nog meer in vat. En dan naar de wedstrijd van vanmiddag onder prima omstandigheden op het sportpark in Bargen-Compassium. In de beginfase gebeurt er eigenlijk heel weinig. We zitten al halverwege de eerste helft met een aanval voor SVBC. Davy Geerts ziet de meegekomen Robin Hartman oog in oog met de keeper. En na 22 minuten brengt hij SVBC op voorsprong. Prima uitgevoerde counter. En daar weet Hartman wel raad mee. Even later, opnieuw een aanval van SVBC. Opnieuw is het daar Davy Geerts, nog maar 17 jaar, met een prachtige voorzet. Of was het een bewuste doelpoging? Het levert echter geen succes op. Maar ook Wijster krijgt af en toe gevaarlijke aanvallen, zoals hier een inzet. Prima gedaan, Bart Tjerks. Maar ja, hij raakt de paal en de rebound gaat ver over het doel. Zitten dan inmiddels kort voor de rust. Met opnieuw een aanval hier van SVBC. En dan komt de bal uiteindelijk bij Kevin Geerts. Die probeert het van rond 16 meter. En goed werk van keeper Bram van Brakel. De corner zou trouwens niets opleveren. 1-0, dat is ook de ruststand. En we zien hier een aanval van Wijster in de beginfase van de tweede helft. Paas hier op de aanvoerder, Bart Popping. Die wordt onderuit gelopen en dat betekent vrije trap voor Wijster. Een vrije trap met gevolgen. Kijkt u maar, een prima vrije trap van Juri Boyink. En die vindt bij de tweede paal Bart-Jan Tjerks, de centrale verdediger. En in de 49ste minuut staan beide partijen weer gelijk. 1-1. Wijster zet aan. Wijster wil meer. Het is voetballend ook de betere ploeg, zeker in die tweede helft. En het krijgt kansen zoals hier. Goeie voorzet op Mark Priet. Alleen hij raakt de bal niet goed. En daar ontsnapt SVBC. Dat even later toch zelf de mogelijkheid krijgt. Goeie aanval hier, Barry Hummel. Alleen zijn schot raakt helaas voor hem de kruising. En zo blijft het voorlopig 1-1. Maar ik zei het al, Wijster is de bovenliggende partij in die tweede helft. Het voetbalt beter en het krijgt kansen. Overtreding hier. En natuurlijk een vrije trap. Het is opnieuw een standaard situatie. En dan komt de bal uiteindelijk bij de tweede paal. En opnieuw is het Bert-Jan Tjerks. Opnieuw vindt hij de juiste plek in de verdediging van SVBC. Die daar staan te dromen. En daar staat het 2-1 voor Wijster. En dat is op dat moment ook dik verdiend. Slotfase van de wedstrijd dan. Counter hier van Wijster. Bart Popping helemaal alleen voor Jan Wassink. Alleen de keeper wint het duel en zo blijft het bij 1-2. En dan de laatste kans in de wedstrijd. Een fout in de verdediging van SVBC. Jurian Oortwijn in eerste en in tweede instantie. Het blijft bij 1-2. SVBC verliest voor het eerst, maar Wijster wint dik verdiend. Ik denk dat wij de eerste helft de beste kans hadden. 3 opgelegde kansen, maken we er maar 1 van. 1-0 rust en ja, na de rust werden we overlopen. Met name op basis van de tweede helft hebben we gewoon laten zien dat we heel goed konden voetballen. Meer druk naar voren gespeeld, een paar wissels toegepast. En dat heeft allemaal goed uitgepakt. En het enige wat ik de jongens nog kan verwijten is denk ik dat we geen 3-4-1 gemaakt hebben op plaats. Kijken we dan naar de stand in de vierde klasse D. SVBC en Wijster allebei aan kop nu met 12 uit 5. En kijken we ook nog even onderaan. Valter Boys nog puntloos na 5 duels. En tot slot van deze uitzending natuurlijk aandacht voor de prijsvraag. Eerst die van vorige week. En het moest natuurlijk antwoord B zijn. De bal gaat de goal in. Winnaars Erwin Haandrikman en Patrick Hagenau. Gefeliciteerd. Dan het moment van deze week. Uit de wedstrijd van vorige week tussen Vaco en FC Assen. De bal gaat uit. Maar wat gebeurt er dan? De bal komt lek terug. De verkeerde bal komt terug. Of er komt een hond met de bal terug. En u weet het, mail uw antwoord naar onzeclub@rtvdrenthe.nl. En tot zover dan echt deze uitzending van Onze Club. Volgende week zondag zijn we er weer. Heel graag, tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Univee.